Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van mij, Hans de Beste. Vandaag hebben we een nieuwe aflevering van Rocket League. Vandaag doen we weer een 3 tegen 3, een potje 3 tegen 3. En ik hoop dat we dit potje kunnen gaan winnen, maar we komen wel heel snel op achterstand, wat best jammer is. Maar... Sorry dat vorige week geen video was, maar ik was op vakantie dus. En ik had proberen voor te werken, maar is helaas niet van gekomen. Dus ja. Het heeft een mooi voor. Dan moet ik hem uitzien. Serieus? Waarom? Waar ging dat mis? Ik gaf hem goed. Ik probeerde hem goed tegen te houden, alleen. Ja. Was mijn timing verkeerd of zo? Ik zou het echt niet weten. Die is ook naar voren. Ja, ik weet niet wat ik nou heb, maar het even beter gaan doen. Ik wil dus een voorgeven of iets. Natuurlijk. Zo. Die is ook weg. Ah, ik heb boost nodig. En rap, want... Hoog voor kunnen ze... Bijna iets mee. Zo. Ja, nope. Nou, Rocket League, dus je kunt wel voorgegeven, maar voorzetjes zijn heel makkelijk te counteren. Daar bedoel ik mee, gewoon te verdedigen, dus. Ik hoop dat hij mee heeft. Goed zo. Het is een heel lastig auto om doelpuntjes te maken. Dat is deze. Dat is gewoon een hartstikke mooi schot. Alleen, oké, dat jump ik echt verkeerd. Maar ik zag ook geen manier in om zo van... Hoe kun je anders gaan scoren? Daar ben ik ook nog een beetje mee bezig. Kijk. Dus dit is een hartstikke mooi doelpunt. En het zou echt weer daar weer naar bezig zijn. Maar ik ben ook zelf nog aan het ondervinden af en toe van wat zijn nou de beste manieren om te gaan scoren. Als jullie ideeën hebben, laat het zeker weten in de reacties. Vergeet ook niet mijn vorige video te kijken. Waar ik paar dingen in deed. Audio, ja ik weet. Audio was nog niet helemaal 100, maar komt in de loop van de tijd gaat het beter worden. Komt er een nieuwe PC. Betere kwaliteit, andere games. Dus ja. Kijk. Ik weet niet wat er beter het is. Of gewoon een finish, maar ik vind het wel grappig. Gewoon schiet de bal en ik heb weg gezien. Nou, als je dit ook vaak wilt zien, abonneer, reageer en like zeker deze video. Deel deze video ook zeker met je vrienden, vriendinnen, je ouders, maakt niet uit. Als ze het maar leuk vinden. Jammer. Nee, dat is zo. Ik dacht bijna, er komt een schot uit. Ah, serieus. Bezig teammate. Ja, goede teammate, deze keer. En dan heb je van die mensen die er dan naast zitten. Goed uitgedeeld.
Ah, jammer. Te veel snelheid had ik. Ik had net te veel snelheid. Ja, mijn timing is vandaag niet zo helemaal niet zo goed. Merk ik al wel. Oh ja, en ook een leuk nieuwtje is, hopelijk is overgenomen, de Epic Games. Of ik daar zelf zo helemaal blij mee ben, dat weet ik nou niet, zozeer. Want Epic, of net als je kijkt op Fortnite, heeft sowieso wel een symbool. Dus ik hoop dat het kwaliteitsniveau niet naar beneden gaat, anders zou het heel zonde zijn. Rocket League is en blijft een leuke game. En daar zat ik echt volledig mis. Maar ik zou het echt heel zonde vinden als het door Epic Games nou verpest wordt. Ik denk, ik ga er vanuit van niet, maar... We never know. Mooi. Ja, dat heeft hij goed gedaan. Mooi doelpunt. Ik weet niet of ik het... Nee. We kunnen er niet nog eentje uit persen. Ook al staan we al voor. Een hogere score zult dan beter. In ieder geval, het eerste potje hebben we gewonnen. Ik zie jullie zo bij het volgende potje van vandaag. Welkom bij het tweede potje van vandaag. Nou, oh, bijna gewoon gelijk een heel mooie voorsprong. Zoals je ziet is de game kwaliteit iets achteruit. Ik ben even aan het kijken of het beter loopt. Smoother is het met opname. Ik hoop van wel, maar ik wil ook gewoon de kwaliteit hoog houden. Hè? Dus vandaar is het even een test. Weggewerkt worden. Moet weggewerkt worden. Ja, ik had geen boost om mijn counter eruit te maken. Maar ik moet nou heel snel terug zijn voor de tegenstoot. Zo, mooi. En laat ik in de... Want hoe was jullie vakantie? Maar was... Maar gaat al langer, hè? Laat ook in de reacties achter eventueel hoe jullie vakantie was. Ja, die had ik net geen goede instuur. Ja, ik kreeg het niet goed ingestuurd, maar dit is een mooi doelpunt. Kijk, weinig over te zeggen. Nou, nu moeten we deze score gaan uitbouwen. Ik hoop dat het ook gaat lukken. No, ik ben weggebeukt. Maar gelukkig staat er iemand bij het doel. Oh, oké, ze verpesten het voor zichzelf. Toch niet helemaal, hè? Zo. Ja. En dat was echt een hard failure. En daar ging ik. Ja, daar kon ik niks aan doen. Ik weet niet of mijn... 10 meter iets er kon doen. Even terugkijken. Ja, hij had hem bijna. Ik sprong er al naar een huis en het verkeer. Dat is gewoon een lucky doelpunt. Gewoon, of ja, lucky of een mooi doelpunt. Gewoon netjes over ons heen gewipt. En wij konden er gewoon niet bij.
niks anders over te zeggen. Oké, okay, dat kan ook. Daar ik gewoon in de lucht nog weggebroken. Ja, dat was een late reflectie voor mij. Sorry. Ja, kom erop, ga weinig mee. Zo. Is dat een doelpunt? Nee, jammer. Dat is gewoon heel mooi voorgegeven. Kijk, dat is gewoon een mooi weg. En daar komt wel een doelpunt uit, hè. Jongen, 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 jongen. Zo'n mooi doelpunt. Ik had echt eerder gezorgd dat mijn poging ook een doelpunt was. Of wel een doelpunt was. Dan mocht het helaas niet zijn. Jammer. Ja. Je kunt bijna niks tegen doen. Misschien als mijn teammate niet uit stilstand en denk ik van links duiken, dat gaat eigenlijk bijna niet. Voorgegeven. Ja. Dit was zo'n kutbal. Zo'n kutbal was het bijna een half. Maar dat was zo kut, want ik stond er goed voor. Maar omdat ik gewoon helemaal door ons doel stuiterde, was het gewoon helemaal mislukt. En mijn vriend, ik had hem. Wat gaat er uit? Serieus, jongen. Pak hem. 10 seconden, 2 doelpunten. Ja. Rond, helaas nog weggeven. Ik weet ook niet wat we eraan zou kunnen doen, maar... Ja, ik weet al van doelpunten maken, maar... Serieus. Kom op. Ik kan nog een beetje hardcore gaan spelen, maar ik weet niet of dat nog even zin heeft. Er staan 4 doelpunten achter. Volgend potje een beetje hardcore gaan spelen, denk ik. Ging goed, alleen de laatste, gewoon de laatste minuut gaven het weg. Gewoon echt heel jammer. Maar ik zie jullie zo bij het laatste potje van vandaag. Welkom bij het laatste potje van vandaag. Hopelijk kunnen het potje wel, of het... Oh, wat was dat? Ja. Het laatste potje wel afsluiten met een win. Ik ga nou een beetje proberen hardcore te spelen. Dus echt gewoon alles
alles proberen te hebben en te doen. Je zult waarschijnlijk heel veel fails nou gaan zien. Maar ik hoop van niet. Deze, mooi. Nice. Ja, ik heb geen boost meer. Maar hij gaat wel voor. Zo, weg. Oh, voor wie is het doelpunt? Ik krijg een assist! No! Oh. Volgens mijn gevoel raak ik hem daar. Als laatste. Trade. Sure. Dat was geen trade hoor. Ik zal er toch niet op reageren, maakt niet uit, maar... We zijn nu weer op. Hij eet je. Ja, je mag het best redden. Oh no, wat gacha. Oh wat. Kijk Duitser! Nee! Kanker! Kanker! Fijn niet. Mos. Gewoon een bot. Is het. Ja, vanwege het serieuze modus weer een beetje, want... Nice. Mooi tegengehouden. Zo, die hup eroverheen. No. Nice doelpunt. Hij moest een keer vallen. Hij is ook echt gewoon een invite gestuurd. Dat ik een vriendschap verdoen. Maar ik kan toch gewoon niemand... Ik kan toch niemand accepteren volgens mij nog steeds. Ja? Accept the invite. Ik wil best accepten, maar ik ben toch ook in een game, sukkel. Nee.
Aftermatch. Wat ben ik zetten, maar voor mijn morgen nog steeds geen vrienden. Want ik heb, ja. Ik heb meerdere accounts en daarom. En ik heb eigenlijk op dit account nog nooit geld uitgegeven. Dus, dat zegt Steam, ja, je account is nog niet geverifieerd. Dus kun je geen vrienden toevoegen. Ik heb het al vaak geprobeerd, maar. Maar nu weer. Godzie mij! Meestal heb ik die wel, alleen dus ik zit vandaag niet zo lekker in. Ja, ik wel. Wat is de. Oh. Hi. Het gaat niet zo zijn dat het gewoon direct misgaat, hè? Oh, charge. Nee, 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 we gaan niet scoren! Oh, mooi. En het eindsignaal. We hebben het laatste potje alsnog gewoon kunnen winnen, heel goed kunnen winnen. Ik heb doelpunt kunnen maken. Mijn gast is blij mee. Abonneer, reageer en like zeker deze video als je dit vaak wilt zien. Ik zeg, abonneer, reageer en like zeker de video. Ik zie jullie allemaal bij de volgende aflevering van Rocket League of iets anders. Bye, man.